Bij Nijmeegse Kennis gaan we op bezoek bij innovatieve bedrijven of instellingen. Zij laten hun nieuwe producten en werkwijzen zien en vertellen wat het voordeel is voor onze samenleving. Op het terras kan het vaak goed koud zijn. Dan is terrasverwarming wel lekker. Maar al die heaters bij elkaar kosten wel veel energie. Het Nijmeegse bedrijf Sit & Heat heeft daar iets op gevonden. We spreken met Jorg Rijksgroef, de uitvinder van verwarmingskussens. Jorg, we zijn hier in de expositieruimte van Sit & Heat. Vertel eens, hoe ben je in godsnaam op het idee gekomen om verwarmde terraskussens te maken? Nou, toen ik nog studeerde op de HAN in Arnhem, ja. Industrieel product ontwerpen. Toen wilde eigenlijk het ministerie af van alle heaters die je op de terrassen ziet. Het is eigenlijk gewoon een opwarming van de aarde. Ja. Het is heel erg energieverslindend. En die zeiden eigenlijk, als iemand met een goed idee komt, dan willen we dat graag stimuleren. En zo ben ik ooit gaan brainstormen over het probleem. Hoe kunnen we beter verwarmen buiten op terrassen? Okay. En eigenlijk is dat de energiebron veel dichter bij de personen brengen. Kun je me dit uitleggen hoe dat werkt, ja. Jorg? Nou, we hebben hier een kussen wat op een stoel past. En er kan een batterij in. Ja. En die zorgt ervoor dat hij eigenlijk gewoon stroom krijgt. Het gaat alleen aan wanneer je erop gaat zitten. Dus er zit een sensor in het zitvlak. En dan wordt verwarmd vanuit rug en het zitgedeelte. Dus de rug staat ook een beetje wat harder, wat hoger. En dat zorgt ervoor, ja, daar zitten je organen. Als dat warm is, krijg je een overal warm gevoel door je hele lichaam. Vandaar dat eigenlijk de rugverwarming belangrijker is dan de zitverwarming. Ja. Ja. En we kunnen dat helemaal op maat maken. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld een voorbeeld uit Den Haag, van Eeuwige Jachtveld. We kunnen gewoon echt een logo erop borduren, zodat het echt helemaal past bij de horeca-ondernemer. Hoe heb je dit in godsnaam kunnen financieren? Want jullie bestaan nu 10 jaar. En ik denk dat er toch behoorlijk wat geld aan vooraf is gegaan om dit überhaupt te kunnen realiseren. Ja, zeker. Want als student, ja. Ja. Je kan goed schetsen en wat prototypes maken. Maar echt een marktklaar product is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Eigenlijk ben ik in contact gekomen met EMT Radar toen de tijd. Stichting Kiemt. Oké, okay, Stichting Kiemt, ja. En eigenlijk een geldverstrekker uit de provincie Gelderland die bedrijven of start-ups helpt die in de energiesector met een innovatie aan de slag gaan. Ja. Zo ben ik ooit begonnen met een eerste lening, maar inmiddels zitten er ook investeerders in. En, echte commerciële investeerders? We nou echt bezig om de verkoop op te zetten en op te schalen. Okay. En zijn banken daar bereid om in te stappen? Nou, op dit moment zijn banken eigenlijk wel de meest lastige om geld van te krijgen. Want wij zijn wel gewoon een risicobedrijf voor banken. Ja, ja. Dat kan ook wel vanuit andere bronnen komen. Okay. Als ik nou kijk naar die heaters waar je het over hebt. Hè, je kijkt naar het terras van pak een beet 60, 70 stoelen. Hoeveel energie bespaar je dan als je dan gewoon op een avond van een uurtje 4, 5 kijkt? Nou, we hebben vorig jaar toen Nijmegen Green Capital of Europe was. Toen hebben wij 20 ondernemers verduurzaamd voor een gedeelte van een terras, nog niet eens het hele terras. Ja. En samen kunnen ze tot 65 ton kilogram aan CO2 besparen. En dat is enorm veel, want dat is eigenlijk per jaar trouwens. Ja, ja. En 23 ton is één huishouden in Nederland gemiddeld. Ja, ja. Dus dat is echt ontzettend veel energie kan... En als je dat dan omrekent in geld, wat gaat dan een gemiddelde café-eigenaar zeggen? Maar wat heeft hij daar dan direct aan voordeel aan? Nou, ik denk als je echt van die gasheaters hebt, dan kan je wel 3.000 à 4.000 euro op jaarbasis besparen. Ja, ja. Als je die vervangt door Sit & Heat. Ja, dat is toch interessant. Zeker. En wat kost het per stoel? Nou, het is afhankelijk van wat je wilt, maar we kunnen vanaf 70 euro tot pak een beetje 200 euro leveren wij een zitplaats voor. Afhankelijk van de luxe. Ja, en van hoe is het op maat gemaakt, logo's, kunnen we allemaal... Nou heb je verwarmingskussens wel uitgevonden, maar nu moeten die ook nog verkocht worden. Daar hebben ze bij Sit & Heat Jeroen Dix voor. Jeroen, jij bent commercieel medewerker van Sit & Heat. Klopt. Waar worden de kussens allemaal toegepast? Nou, de kussens worden in verschillende markten worden ze toegepast. Onze belangrijkste markt is natuurlijk de horecamarkt. En daar hebben we inmiddels ruim 160 terrassen in Nederland en in het buitenland. Een heel mooi voorbeeld is wel Harrods, de champagnebar in Londen. Okay. Daar liggen wij op de champagnebar, op het dak. Hebben ze eigenlijk het hele dakterras ingericht met onze kussens. Ja, ja. Daar zijn we heel erg trots op. Ja, kan ik me voorstellen. Maar ook voetbalstadions, zoals de stoel waar ik nu op zit. Boten in Amsterdam, bijna alle rondvaartboten in Amsterdam varen inmiddels met onze kussens. Ja, ja. Maar ook bureaustoelen.
Dus dat zijn ook bureaustoelen? Wel, ja, ook inmiddels ook binnenverwarming. Ja. Ja, ja. Oh, dus je kunt op een gegeven moment, als je in een kantoor bent en je zegt op 16 graden, en dan kun je toch nog aangenaam zitten werken. Ja, 16 graden is denk ik wel wat aan de koude kant. Ja? Maar je kunt wel 2, 3 graden naar beneden met naar aanleiding van een normale temperatuur. Normaal is het 21 graden. Maar 2, 3 graden naar beneden moet zeker kunnen met onze bureaustoelen. En bureaustoelen zijn werkstoelen. Ja. Hè? Dus dan gebruik je iets meer energie zelf, word je vanzelf al warmer. Klopt. Als ik naar mijn luie stoel voor de televisie kijk en ik ga daar zitten, kan ik dan ook de temperatuur... Zeker weten, zeker weten. Daar hebben we hele mooie warmtekussens voor. Die je in de rug kan gebruiken. Ja. Die leg je gewoon in je bank met een batterij erin. En ook binnen thuis kun je die gebruiken. Zo'n kussen voor thuis, hoe duur is dat? Die hebben we vanaf €79. En oplopend tot €120 ongeveer. Ja, ja. Ja. En als je dan kijkt hoeveel gebruikt dat in energie in vergelijking met als je je temperatuur in de kamer wat hoger houdt? Nou, je kunt per graad dat je de temperatuur naar beneden plaatst. Dus natuurlijk afhankelijk van hoe warm je het alsnog in de ruimte wil hebben. Ja. Maar per graad dat de temperatuur naar beneden kan, bespaar je ongeveer 6% op je energiekosten. Ja, ja. Dus dat gaat, maar ook 6% op CO2-uitstoot. Ja. Dus dat gaat behoorlijk hard. Je ziet heel veel kantoortuinen. Waar je met veel mensen, we zitten hier achter ons, zit ook een grote kantoortuin. Er zitten 10, 12 mensen in één grote ruimte. Die ruimte kan maar op één manier verwarmd worden. Er zitten vaak één of twee die het al snel koud hebben. Nou, die willen het toch lekker warm hebben, dus de temperatuur voor hun gaat omhoog. Terwijl als je die twee mensen een verwarmde stoel zou geven, dan zou de temperatuur 2-3 graden naar beneden kunnen. En zit iedereen eigenlijk comfortabel warm. Hey, en wat ik een heel interessant deel van jullie verhaal vind, dat is dat jullie ook kussens maken in samenwerking met een werkbedrijf, of hoe noem je dat? Ja, klopt. Wij hebben een warmtekussen voor thuis nu ontwikkeld. In samenwerking met een werkbedrijf. En het werkbedrijf maakt de hoesen voor de kussens. Ja. En dat doen ze met restmaterialen. Dus materialen die over zijn van andere productieprocessen, die gebruiken wij om onze kussens van te maken. En ik heb er ook eentje hier liggen. Ja, eens kijken. Dit is daar een voorbeeld van. Dat lijkt wel gewoon leer. Het is eigenlijk een stof die ook veel voor regenjassen wordt gebruikt. Ja. En die stoffen die zijn op een gegeven moment die over. Het werkbedrijf krijgt die stof, die maakt voor ons een mooie hoes. En wij kunnen de hoes weer aanbieden in onze webshop. Inmiddels worden de kussens op grote schaal toegepast, zoals bij voetbalstadions en cafés. En bevallen deze kussens wat jullie betreft? Ja, wat ik hoor wel. Dus de mensen die er gebruik van maken, die zijn enthousiast. Enthousiaster dan de mensen die onder de kachel zitten? Op dit moment hebben we nog beide. Maar aankomende zomer gaan we afscheid nemen van de stralingskachels. Als we hier kijken naar de stralingskachels, hoeveel energie verbruiken die hier per wedstrijd? Per jaar gebruiken we ze zeg maar een 12 wedstrijden. En per wedstrijd staan ze 3 uur aan, dus dat is ongeveer 36 uur per jaar dat ze maar branden. Dus dat is niet zo heel veel. En in die 36 uur verbruiken ze meer als 5 gezinnen het hele jaar aan energie verbruiken. Zijn jullie überhaupt van plan om meer van dit soort kussens aan te schaffen? Of zeg je van nou, dat is toch een ver weg plan? Nou, dat is eigenlijk aan de klanten. De OSRN-leden die krijgen de mogelijkheid en volgens mij voor een paar honderd euro per jaar extra om gebruik te maken van die aanbieding. We zitten hier bij de Blonde Pater en ik spreek met Rudy Concuti over de kussens die zij aangeschaft hebben van Sit & Heat. Rudy, waarom hebben jullie deze kussens aangeschaft? Wij hebben ze aangeschaft omdat het ons een hele goede stap leek, zeg maar, in het verwarmd houden gewoon van het terras. En onze gasten, zeg maar, dus de mogelijkheid bieden om ook in herfst of in de lente tot aan de winter toe om lekker warm te zitten. En wat zijn nou je ervaringen ermee? Hele prettige ervaringen. Warme billen, altijd lekker. Krijg je dat ook terug van je cliëntele die hier zit? Ja, absoluut. Er wordt er zelfs naar gevraagd van, goh, kun je die ergens gewoon kopen? Kan het ook gewoon voor thuis? En het zit gewoon lekker als je gewoon met zo'n weer buiten wilt gaan lunchen of een kopje koffie wilt gaan drinken. Dan heb je meteen dat je heel direct verwarmd wordt. En dat heeft heel veel voordeel. En het is ook nog gewoon milieuvriendelijk. Dus. Want? Waarom is het milieuvriendelijk? Het verbruikt veel minder energie dan zo'n warmtelamp. En ze gaan alleen maar aan zodra iemand dan gaat zitten, want er zit een sensor in. Dus het is echt heel
direct verwarmen. Als iemand zit, zit er niemand op het terras, dan staan ze ook niet aan. Dus dat... Heb je een idee hoeveel dat ongeveer bij jullie in de kosten scheelt, dat jullie in plaats van die heaters zeg maar gebruiken, dat jullie deze zitkussens gebruiken? Ik denk dat het qua energieverbruik 10% is van wat een heater. En daarvan uitgaande dat ze dus de hele tijd aanstaan, net zoals bij een heater, maar dit gaat alleen maar gewoon aan als je zit. Dus dat zal waarschijnlijk nog voordeliger zijn, maar wat ik zo al heb begrepen is iets van 10% van de normale energiekosten, energieverbruik van heaters die we hier op het terras zouden gebruiken. Als je nou kijkt, hè, van jullie, je hebt deze kussens hier, als ik naar een ander café ga wat heaters heeft, dan zie ik onmiddellijk, hier zijn heaters. Hier zie ik dat niet. Is dat geen nadeel voor jullie? Niet per se. In het beginperiode toen wij met de kussens zijn gaan werken, hadden wij dus ook wat in de winterperiode lampen buiten bevestigd, zeg maar tegen de serre, gewoon aan, tegen de gevel, die ook zo'n soortgelijke kleur gaven. En daarmee communiceren vanaf een afstand dat het wel verwarmd is. Niet, ja. Misschien niet op de manier waarop ze verwachten, maar dat het wel verwarmd is. Minder CO2-uitstoot en minder energieverbruik. En toch warme billen op het terras. Weer een voorbeeld van een Nijmeegs bedrijf dat hier een voortrekkersrol vervult.